Hoi hoi, ik ben Peter Bieneveld. Wat leuk dat je kijkt. Reis je mee met Atelier Dupin? Yes, de titel in de pocket. Tijd voor een terugblik. Zo, nu is natuurlijk de vraag, waar zijn we nou al zo lang mee bezig geweest? Ja, de beste mensen, dit is wat Peter vandaag getraind heeft. Ik heb geprobeerd een beetje te begeleiden en te steunen. Ik zal even in vogelvlucht met jullie zijn langs zijn producten lopen. Hier heeft hij een walbrood gemaakt. Vind ik zelf dat het er ook heel mooi uitziet. Dit is een typisch Nederlands product. Dit is een suikertulband met speciale kersen. Dit is een decembrood met slechts 1 gram gist op 1 kilo bloem. Is ook erg mooi. Hier een mooie sortering sierstokken. Dit is een Cora. Dit is een nieuwe vondst van Peter. Peter is vroeger veel Indiaantje gespeeld, denk ik, lijkt wel een soort totempaal. Dan hebben we hier een ander product, Bread and Dine. Dit moet je zien als een verlengstuk op je tafel. Dus het is eigenlijk decoratief en je kunt het dus heel opeten. Dit is een keuzeproduct. Dit is een soort pita broodje, maar dan een beetje zoetig. Dat moet zacht zijn, heel snel bakken. Hier heeft hij een assortiment kleine broodjes. Peter is nou een gekke cadeautjes, dat zie je wel, ik pak graag iets in. En hier heb ik een verplicht nummer stokbrood. Ziet er ook keurig uit. Ik vind dat hij goed zijn best gedaan heeft. Na een intensieve voorbereiding van ontwikkelen en oefenen was het op maandag 5 februari zover. Om 5:30 morgens mocht ik starten onder toezicht van 6 juryleden en uiteindelijk duizenden bezoekers. Terwijl dat ik mijn bakkerij op mocht ruimen, werden mijn producten alvast gekeurd door de jury. Best spannend hoor. Het laatste onderdeel van deze wedstrijd was het mondeling toelichten van mijn producten. Dinsdag 6 februari. De zenuwen gieren door mijn lijf als ik samen met coach Hans Somp tussen alle andere internationale kandidaten sta te wachten op de prijsuitreiking. Stress, doubt, fear, probably joy. For this first category, de categorie planificatie nutritionele. Nutritional bread maker. Who is the winner of this category? They've been working so hard. Within a year preparation, 4 days, waking up early, not sleeping, but waiting for this special and particular moment. Mesdames, messieurs, le stress, la passion, la peur, le doute. Un an de préparation, 4 jours à Paris, je vais tôt pour arriver à cette minute-là, de dire est-ce moi ou non. Et nous allons savoir tout de suite. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, le vainqueur, World Master Baker de planification nutritionnelle est... Le trophée sera remis par monsieur Antoine. And the winner is, ladies and gentlemen, the Netherlands! Thank you very much, good job. Yeah.
Met deze wil ik nog iedereen van het boulangerie-team en dan specifiek Martijn en Hans Son bedanken voor alle ondersteuning en hulp die ik heb gekregen. Voorlopig was dit mijn laatste vlog. Het was vooral de weg naar de WK. Wellicht tot ziens.